Meldkamer, de 12 van lijn. We gaan ambulance deze kant op, er ligt hier iemand. Aangetroffen, achtervolging negeren, stopteken mogelijk, artikeltje 8. De collega's zitten er samen met mij al achteraan en daar vliegen de collega's voorbij. Zou je hier dus moeten zijn... Oh, hier ligt een vliegtuigje! Wat een gekkie! Hij gaat ontploffen, dus hou je oren even dicht. Goedendag. Hey joh! Oh, er staat gewoon eentje met een sniper ofzo. Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP Niveau en more. Vandaag ga ik op pad met de B-klasse. Geen bijzonderheden te melden, het wordt avond en dus nacht. We doen een beetje de avond-nacht survey. Ja, laten we de straat op gaan, zou ik zeggen. Weer wat nieuwe meldingen, packs gedownload. Voor de rest heb ik daar nog niet echt veel zelf mee te maken. Wat gebeurt? Mee te maken. Zo, daar gaat mijn stem. Hoorden jullie dat? Ja, tuurlijk hoorden jullie dat. Ik heb niet heel veel mee te maken gehad omdat ik ze net heb geïnstalleerd en nu pas ga kijken hoe het allemaal uitziet. Nou, dat is goed, dus staat hij er nu. Goed geïnstalleerd. Oranje is goed neergezet. En let's go, zou ik zeggen. Hier dadelijk even uitrijden. En zoals ik al zei, geen bijzonderheden dus. Wel hoor. Controle van deze auto. Ik ben benieuwd waarom die links staat als je gewoon rechts voor rechtdoor kan gaan. Ik sta nu ook hoor. Ik sta nu ook zo. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 6, 5, Romeo, My Delta, 2, 8, 4. Was dat nou een burn-out van die auto? En? Slingeren? En meteen nu weer te pakken hè. Goed, dit is een burn-out slingeren. Beetje rare positie op de weg aanhouden. Hi. Goedendag. Heeft u wel iets gedronken? Voor mijn advocaat. Wel ik drugs ook gehad. Oh, hij begint over bloemen die hij ziet. Ik zie niet een bloem hier. Ik wil in ieder geval even een rijbewijs zien, heeft hij nu voor mij. Ja, dankjewel hoor. Carter. Shit. Mag even blazen voor mij tot ik stop zeg. Blazen. Ja, stop maar eens. Oké. En we gaan even speekseltest afnemen. Want ik begon over bloemen. Dat voelt een beetje raar. Ja, dat is positief. Je mag even uitzien op je mijn aangehouden vrijheid onder invloed. Ik ben niet te onverplicht, je hebt recht op mijn advocaat. Nee, ik wil je daar gebruik van maken? Go home, man. Go home, nee. Was jij maar met thuis gebleven? You're an asshole. That's my real moron. Waarom kan ik hem niet gewoon aanhouden? Ik word er zo gek van. You scumbag! You sorry piece of crap. Police! Stop whatever the hell you're doing! Je mag omdraaien. Jij mag even blijven zitten in je auto. Ik ga een transportje deze kant op laten komen. You little dick! Heb je nog dingen bij je niet bij mag hebben, ga je fouilleren. Hey, slow person! Can we get moving, please? Je hebt nog MDMA bij je met vitamine. Dat is niet helemaal mooi natuurlijk. Je mag even hier komen staan. Drugsbezit komt er dan ook nog bij. Hey, come on, please! Hey, luister eens. Ik heb je niet gezegd dat je hoeft uit te stappen, dus ik weet niet wie allemaal ze zit te schreeuwen hier. Alright, off you go! I'm sorry, okay? Goed. Jij, kom ook even mee. You bastard! Whatever, dude! Ik wil even een ID zien. Jij bent ook... Is dat ook in het voertuig? Alle drugs die je hebt eventueel overhandig krijgen. Ik ga het voortfouilleren. Ik ga jou even aanhouden.
piece of crap. Even aanhouden. Ik doe het even zo, tot ik hem kan verjeren. En tot iedereen eens door gaat rijden. Oh man, this isn't happening. You asshole! Come on, I want to get high. Ik ga in ieder geval even hiernaast staan. Jullie praten niet met elkaar. Ik ga je ook fouilleren. Verdovende middel bij of andere dingen die je bij mag hebben. Ik had het al gevraagd. Er wel een mes bij, dat is verboden wapenbezit in Nederland, hè? Dat is ook een mes. Denk ik. En ik ga het voertuig even fouilleren. Nee, niet hebben. Maar dat heb ik net al gedaan. Fouilleren we nog maar een keer. Ik heb het gevoel dat er toch nog wat meer te vinden is. Nee, dat was hetzelfde. Een shotgun. Zo, een wapen. Vuurwapen aangetroffen. Ik ga nog even zijn plekje zoeken. Ik ga hem even wat verder weg. Waarom ren ik nou weer? Hem even wat verder weg. Zetten. 12-0-1-13-12-0-1-13. Nou, dan hebben we wel alles. Kunnen we alle deuren gaan doorzoeken, maar ja. Dispatch, Ocean 1 responding. Oké. Goed, ik zie wel een reden om jullie beiden even mee te laten nemen. Ik weet niet, ja, in principe misschien alleen de bestuurder. Maar goed, ik ben geen agent, dus ik ken al die wetten niet helemaal natuurlijk. Een collega vraagt om assistentie. Voor die shotgun ga ik even uitzoeken wie dat allemaal is. Jij gaat dus ook mee. Ik heb de goed op loslijn, maar ik heb ze beide gefouilleerd. Ik heb beide een ID van ze gehad, gecontroleerd, drugstellen. Neem ze beide mee, vriend. En, dan gaan wij door en dan gaan we misschien nog een nodige meldingje aanpakken, want het is inmiddels al nacht. We hebben hier een tijdje gestaan. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Ja, onderweg hoor. Melding binnengekregen, een baas. Een werkgever maakt zich zorgen om een werknemer. Die zou waarschijnlijk al een tijdje niet gezien zijn of niet beschikbaar of niet komen opdagen op het werk. En ja, dan zul je denken van nou, die meldt zich gewoon of die is gewoon ziek of die heeft geen zin. Maar meestal bellen ze dan toch wel de politie op het feit dat iemand en niet opneemt, zijn telefoon niet opneemt en thuis de deur niet open doet of zo. En nog nooit zich heeft ziek gemeld en tot er misschien wel een teken is dat die thuis zou moeten zijn. Dus dat wil zeggen in ieder geval, hun mogen dat niet zomaar. Je mag niet zomaar als werkgever even iemand zijn deur intrappen omdat je denkt dat je werknemer niet kan werken. Maar we kunnen dus wel als politie even daar een kijkje gaan nemen. Ik weet niet of de baas er zelf is. Oh, sorry, auto links. Ah, dat was hier. Maar dat zou dus een goede reden zijn waarom hij de politie belt als iemand niet komt opdagen. Misschien heeft hij al een tijdje niet meer gezien en dat kan allemaal. Maar waar is het? Hier achter. Zet te zien. Oh. Oh, hier ligt iemand. Oh. Oké, okay. Te plaatsen. Meldkamer de 12 van lijn. We gaan naar ambulance, deze kan op. Er ligt hier iemand aangetroffen in de springbaan. Medical aid requested in Rancho. Officers report an injured civilian and ambulance. Ik heb groen even aangezet, zoals je denkt, hoor, maar dat is ziekenhuis. Geen commando, bla bla. Maar even zodat de ambu mij makkelijk kan spotten. Ze rijden alleen maar verkeerd goed. Ambu is aanrijdend. Ja, daar komen ze. Medical
Hij ligt in een stabiele zijlegging, soort van. Nou, komen jullie nog of je zit? Nou, want... Oh, hoi! Give him some room! Oh, sorry, hè. Mooi ambi dat wel. Schoen aangezet. Hey, 2, 3, 4. Mag wel wat sneller, hè, ambi. Maar goed, hij lag dus, buiten. En hij is mogelijk vertrokken naar zijn werk. En daarbij nooit aangekomen, nooit vertrokken ook, want hij kreeg buiten een hartstilstand. Hij is overleden. Begrafenisondernemer laat komen. En ik zie jullie zo meteen weer. Moet even snel iets doen. Oké, daar ben ik weer. En laten we maar meteen verder gaan. Zo. Meldingen staan inderdaad. Ja, zeker staan inderdaad. De persoon is inmiddels meegenomen. Helaas overleden. Wij gaan familie in kennis stellen. We gaan eigenlijk niet de baas in kennis stellen. Hebben we een melding? Zet die route dan nog steeds? Die melding heb ik afgerond, joh, pannenkoeken. Ja. Please notify caller. Ah ja, ik heb het doorgegeven aan de meldkamer. Meldkamer, persoon helaas overleden. Kun je alsjeblieft de melder in kennis stellen. Nou, normaal zou dat natuurlijk niet zo gaan. Maar ze doen het toch. Of ja, ik denk, ja, misschien ook wel. Misschien is het wel zo netjes om te melden naar de melder. Maar aan de andere kant, ja, ik weet niet of de melder dat via de politie moet horen dan eerder de familie natuurlijk. Maar goed, misschien is het toch wel logisch om even degene die heeft gemeld ook te zeggen wat nou de uitkomst is. Ik zou dat graag willen weten. Dus, ik heb niks gezegd. Wij gaan in ieder geval door, maar niet naar deze melding. Slingerend over de weg gaan, ik zag het wel, hè. Oeh, rijdt bijna tegen een paal aan. Achtervolging negeren, stopteken, mogelijk artikeltje 8. Uitloop. Bus helpt ons. Voertuig geramd door een tram, rijdt alleen wel nog verder. Voertuig geramd door ons, rijdt alleen wel nog steeds verder. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig. Uitstappen. Goeiedag, ik kom er even naast zitten. Bam, op je smoel. Goed. Ik ben aangehouden, staan blijven. Meewerken of niet? Kom op, staan blijven. Whatever, dude. Kom. Meewerken. Kom op, hé. Stop, police! Ik blijf toch. Je moet gewoon... Weet je, in Amerika trekken ze bij elke situatie een vuurwapen. Mijn best. Maar ik wil gewoon makkelijk met E zeggen, politie staan blijven in GTA dan. En tot ze dan daar eens naar luisteren. House, ja, het transportje deze kant op, ik kan hem even fouilleren en dan is die van jullie. Nee, niet in de ocean. Okay. Moment. Iets te hard, het is nu zachter. Of iets te hard, als ik dan mijn geluid harder zet, dan klink ik opeens super... hard en te hard, maar dat is nu aangepast. Ik word gebeld en ik moet weer even opnemen. Tot zo dan. En terug, alles uit. En we lekker door.
Attention all units. A reckless driver in Chamberlain Hill. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Melding bestuurder die een beetje roekeloos zou rijden. De collega's zitten er samen met mij al achteraan en daar vliegen de collega's voorbij. De Zulu zit er ook boven, zo te zien. En hij gaat er inmiddels vandoor. Schoten, wordt schoten. Schoten zijn gehoord, mogelijk ook vanuit de Zulu hoor. Die willen nog wel eens schieten. We hebben maar moeite om erbij te blijven met de B-klasse. En daarbij bedoel ik eigenlijk ook, of ja, geen moeite misschien. Maar een beetje, om het realistisch te houden, gaan we natuurlijk niet even hard rijden als de Vito net voorbij vloog. Zitten ze er wel nog gewoon achter, dus kan ik eventueel erbij komen mocht het of kan ik er dadelijk bij komen. Ik zal ze niet zo snel kwijtraken. Wat het wel nu is, hij gaat waarschijnlijk hier rechts uitkomen en dan hier. Waarschijnlijk is hij buiten beeld al aangehouden door mijn collega's. Kracht aanhouden. Oh, die zat er ook achteraan joh, die Audi. Dus kijk wat schade die heeft. Zo. Die hebben dus helemaal niet gehoord, die is echt flink opgeknald. Voor de graag afslepen hier en dan kunnen wij met z'n allen weer door. Verdachte dus aangehouden. Alles op controle. Geen gronden voor zover bekend. Ja, misschien. Persoon die in die oude zit. Dat is gehoord. Goed ook. Kan nog iemand kijken. Eén collega vraagt om een assistentie. Ja. Nou, een vliegtuig neergestort. Ik hoorde hem al. Bedekt houden. Ik zie niks. Zou je hier dus moeten zijn. Oh, hier ligt een vliegtuig joh. Wat een gekkie. Hij gaat ontploffen, dus hou je oren even dicht. 12.05, ik ben onderweg. Ja, te plaatsen. Opgeschaald grip 4, jongen.
ruimte maken. Want die gaan waarschijnlijk hier allemaal door willen. De brandweer rijdt daar zo te zien. Ja, dan komt de brandweer van de andere zijde. Hier ligt hier een slachtoffer, jongens. Eén slachtoffer gespot. Maar waarschijnlijk wel meer. Ik weet niet of er in het gebouw mensen aanwezig zijn. You sorry piece of crap. Nee. Ja, nou. Daar komt de ambu hier zo. Waarom knalt iedereen daar vol tegenop? Start ervoor verleden, wij gaan in ieder geval hier snel afronden in dat opzicht. Ik ga lekker snel. Een minuutje of twee hebben we een heel vliegtuig krijgen opgelost. Er zijn geen eenheden meer nodig. Respond code 2. Wordt hier boven dus geprobeerd een auto te jatten. Dit is poging tot diefstal voertuig of inbraak voertuig. Hoi, stop even. Goedendag. Hey joh. Hey joh. Hoppa. Oeh, die hadden veel wapen. Hij is soepel. Zagen jullie dat? Kopstootje, hoppa, veel wapen afgepakt. Super smal. Ja, takenwagen voor deze auto. Gezien die dus een kapot raam heeft. En de eerste volgende persoon die denkt een auto te kunnen jatten, heel makkelijk die auto kan gaan jatten. En we gaan door naar de laatste mail van vandaag. En dat gaat zijn. Verdacht voertuig? Nee, dat hebben we gedaan. Dat gaat zijn. Assistance required. Nee, dat is waarschijnlijk een auto-ongeval. Daar hebben we geen zin in. Dat gaat zijn. Nee, dat gaat zijn. Nee. Nee. Maar wat gaat het dan wel zijn? Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a 1099 in Burton. Er wordt een poging tot moord gedaan. Daarachter. Respond code 2. Code 2, er wordt net iemand bijna vermoord, joh. Waar de gek. Ah shit, dat is niet waar ik dacht dat het was. Dat is daar bovenop zo te zien. Oh, er staat gewoon eentje met een sniper of zo. Hoe kom je daar? Hoe kom je daar? Shit, er staat er een met een sniper gewoon. Kom daar. Ja, dat snap ik dat die mogelijk op top van een gebouw staan, maar hoe kom je daar? Ik dacht, er staat er achter me met een sniper. Dus echt gewoon iemand, er zit iemand op te wachten. Hij staat al klaar met zijn sniper. Wim gaat hem stoppen. Oh, dat is team overleden. Wapen getrokken inderdaad, goed zo Wim. Politie, laat dat wapen vallen. LSPD, laat dat wapen vallen nu. En op je knieën gaan zitten. Welke verdachte wegen zal er geschoten worden? Heb je dat begrepen? Stop, laat vallen dat wapen. Laat vallen. Police! Stop whatever you're doing! Schoten los, schoten los. Wapen bergen. En hij wacht.
Wapen afnemen, wapen bergen. En we spoelen al met je deze kant op als ze hier gaan komen. Verder zijn er geen schoten gehoord, dus ik denk niet dat hier daadwerkelijk iemand heeft neergeschoten. Rijdt alsjeblieft prio 1. Naast mij. Goed, ik ga jullie alvast bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden met weer wat nieuwe meldingen die aan bod zijn gekomen. Of wat oude meldingen die zijn teruggekomen weer. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. En tot dan. Doei!